Hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal kijken deze nieuwe aflevering van de Minecraft. Nee, niet Minecraft Survival. Ik wil zeggen Minecraft Survival, maar ik bedoel natuurlijk de tutorial serie. En deze keer heb ik voor jullie een automatische carrot, potato en wheat farm. Hij is echt super handig in gebruik. En ja, laten we kijken hoe het moet, maar wat het überhaupt is eigenlijk eerst. En wat is dit ding hier? En wat het doet. Je zet de machine aan. En je plant hier gewoon telkens carrots. En dan wordt het automatisch grote carrots. En dan kan je ze automatisch oogsten. Dat wordt automatisch voor je gedaan. Dus eigenlijk kan je gewoon super makkelijk heel snel heel veel carrots krijgen. Dus ja, deze server werkt niet helemaal goed. Omdat als ik zo'n klok heb, dan wordt die automatisch gestopt. Maar en sowieso werkt het niet op deze server. Maar op andere servers doet hij het wel. Dus laten we beginnen met hoe het gaat maken. Allereerst heb je het blok waar, ja, waar je het op gaat planten. Die kan je gelijk al, weet het? Met een, daar kan je gelijk al farmland van maken. En vervolgens plaatsen we er water naast, want anders dan kan het geen farmland blijven. En vervolgens wat we doen is we plaatsen er omheen drie dispensers. Als volgt. Dan plaatsen we hier twee redstone torches. Plaatsen we hier een blok en hier een half slab. Dat is om te zorgen dat er geen licht bij kan komen. Dat is heel belangrijk. Lever halen we alvast om. Plaatsen we hier redstone dust. Hier een blok. En hier een blok. Op allebei blokken ook redstone dust. En hier nog twee redstone torches. Met ook weer allebei een blok erop. En dit is het al. Het is zo simpel. Echt waar. En alles wat je dan nu nog moet doen is, dat was het eigenlijk dus nog niet allemaal. Wat je nu nog moet doen is je dispensers vullen met bone meal. Dit ding gebruikt best wel veel bone meal, helaas. Maar het is het zeker waard. En als je nu een carrot pakt. Even kijken, waar staan die dingen? Bij voedsel natuurlijk. Voor de carrot, je kan ook met potato of met wheat, zoals ik al zei. Je zet de machine aan en dan kan je gewoon zo automatisch farmen. Het lijkt er nu niet alsof dat het werkt, maar het komt door deze server. Anders werkt het wel. En ja, op deze server wordt automatisch dit redstone ding zo meteen weggehaald, volgens mij. Ik weet niet precies hoe het werkt. En ik had trouwens mijn facecam hier nu zo daar beneden. Ik dacht dat het licht een stuk beter zou zijn. Het is niet helemaal goed nu, maar het is misschien iets beter, hoop ik. Laat het weten. Ja, kijk, zie je. Redstone clocks are disabled. Ja. Yeah. Waarom? Maar ik weet niet of jullie dit fijner vinden of juist niet fijn dat ik zo boven jullie kijk de hele tijd. Of dat jullie het liever mijn facecam ongeveer hier willen. Of de draad, de snoer. Oh, dat is mijn gezicht. Want wat ik ook nog kan doen is hier zo, ongeveer. Dus jullie moeten even laten weten wat jullie het fijnst vinden. En dan ga ik daar proberen iets mee te doen. Of zo kan ook nog. Zo kijk ik wel heel erg schuin. Ik weet niet, laat me even weten wat jullie willen. En dan zie ik jullie later. Doei!